Ik zoek overal de televisiestudio en ik kan ze nergens vinden. En het is al tijd en ik ben verdwaald. En ik weet niet meer waar nou dit... Ik was verdwaald en ik moest bij de... Ben ik hier bij de televisie? Zijn jullie bij de film van Ome Willem nou? De enige die ik nou nog zoek is Ome Willem. Was ik mezelf ook nog kwijt, zeg. En joepie, en daar. Zo, goedemiddag geitenbreiers. Dag. Die grote groene geitenbreier. Even kijken of hij nog mooi grijs is. Ja, hij ziet er nog mooi uit. Zo lekker hoor. Die rare Harry. Zo, rakkers. Jawel. Ik wil wat beneden. Kom eens. Wat is er nou? Wat is er? Kom maar. Wil je niet spelen hier? Nee, ik wil mama. Is mama beneden? Ja, en mama zoekt mij. Dan mama zoekt jou en jij zoekt mama. Dan lijkt het wel alsof je een beetje verdwaald bent of zo. Nou, wacht eens even. Als je daar langs gaat, dan kom je vanzelf... Dat geitenkeuteltje. Dan kom je vanzelf bij mama. En wat is er met jou, jongen? Wat? Maar, nou, ook al huilen, ook al naar mama. Nou, eens even, ik weet zeker, ook al verdwaald. Mama, kijk, dan loop je daar zo. Stappen. Zo, nee, maar dat kan gewoon gebeuren. Want als je verdwaalt en je bent je moeder kwijt en je bent zoek... en je moet dan huilen, dan moeten jullie niet om lachen. Nee, want dat is heel vervelend als je zoek bent, hoor. Ja, dat is heel vervelend. En waar is nou weer mijn drumstel? Is nou weer weg. Ah! Daar heb ik het. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar... nee, zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal? Meisjes, voor jullie allemaal een dikke kus. Ach, dat doet mij veel plezier, zijn er ook wel jongens hier? Jongens, voor jullie ook een dikke kus. Ja, maar natuurlijk, je kan toch jongens ook kussen? Wat dacht je nou? Lekker gezellig knuffelen. Ja. Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Krokodilletje. Jij ook een kleine dikke kus. Ik wou dat ik een... ijsje had, ijs met slagroom. Lusten jullie dat? En ijs met een papje of zonder papje? Hij doet het alweer over, hoor. IJs is niet met een papje, hè? Nee, ijs, zal ik je vertellen. Ik snap het al, daar smul je van. Lust je ook wel bloemkool dan? Dat is met een papje, met een papje, met een papje, met een papje, met een papje. Luister even wat ik roep, lust je ook een broodje apoep? Nou, een broodje poep is bak. Is dat nou echt zo vies, kinderen? Mag ik dat niet zeggen dan? Goeie Willem. Dat doet pijn, jongen. Dat doet pijn. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafelthuis? Ja! Dat zal wel, maar staat er op die tafel dan een zoekplaatje dat je vinden kan? Oh Willem, een zoekplaatje kun je niet vinden. Kan je een zoek? Nee, kan niet. Ome Willem is dus gek? Ja. Is ome Willem gek? Ja. Nou maar eens afgelopen zijn. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem stopt ermee. Knip, knap, knip. Wat? Wat de mensen hier, wat is het hier een drukte en pff, wat is het hier warm. Teun, Toon en August. Blijf dicht bij me hoor, want in zo'n ware huis raak je maar zo de kindertjes kwijt. Want kinderen, we zijn op het ogenblik in een ware huis. En dat is een winkel waar je van alles kan kopen, alles. Maar je raakt zo snel je kinderen kwijt, wist je dat? Oeh, dan moet je opletten, dan moet je opletten. Meneer Meijer, er is een mededeling op de tweede etage, op de tweede etage. Dicht blijven jongens, want anders raken jullie nog zoek hoor. Nee, maar ik raak niet zo gauw zoek hoor. Nee, ome Willem, zo dom zijn we niet hoor. Ja, maar ik heb toch liever dat jullie maar dichtbij en niet ergens blijven staan treuzelen, hè? Hey. Wat nou? Kijk daar eens. Wat is er, jongen? Wat is dat, ome Willem? Hè? Dat... Aug, dat is een BH, dat is een soort vrouwending. Dat is een soort vrouwending. Oh, een BH! Zo, dan moeten we nou gauw even naar de snoepjes toe, want ik moet nog een heleboel bij me blijven, kinderen. Oh ja, natuurlijk, een BH. Zeg, hé. Zou Teuntje ook zoiets hebben? Meneer Meijer, toestel 83. Toestel 83. Dames en heren, let op uw kinderen en oude vandaag. Er zijn er weer heel wat zoek geraakt vandaag in dit grote warenhuis. Hé, nou ben ik ook verdwaald. Oh, wat nou? Tussen dames onderbroeken moet ik ome Willem zoeken in dit grote warenhuis. Hoe kon ik hier zo verdwalen? Straks komt iemand mij hier halen in dat grote warenhuis. Er is een jongetje gevonden met een groen pakje en een dik baardje. De petten, mutsen, dassen, messen, vorken en matrassen in dit grote warenhuis. Ach, van schrik sta ik hier te beven, moet misschien mijn hele leven blijven in dit warenhuis. Dames en heren, bij de hoeden, petten, mutsen, dassen, messen, vorken en matrassen van dit grote warenhuis staat een klein jongetje. Een klein jongetje met een groen pakje en een dik baardje. Met een groen pakje en een dik baardje. Wil de eigenaar zich melden? Wil de eigenaar zich melden? Groen pakje en een dik baardje. Verrek, dat ben ik zelf, ja. Ja, hey, zouden ze me dan gevonden hebben? Als dat is waar kon zijn, joepie! Laatst was ik een eindje aan het rijden en voordat ik het wist, was ik verdwaald. Ik zat in een doolhof. Wat een ellende. Ik reed nog een straatje in en nog een straatje in. Maar elke keer was het mis. Ik kwam er niet meer uit. Plotseling kwam er een wilde bras aanrijden. Papai, papai, papai. Uit de weg, uit de weg. Een monster komt eraan. Zei ik, kalm vriendje, wat is er allemaal aan de hand? Een monster, vlucht, vlucht, snel. Maar ja, we konden niet voor of achteruit. En voordat we het wisten, kwam er inderdaad een monster om de hoek. Help, help, ik val flauw. Maar het monster was helemaal niet zo gevaarlijk. Kunt u mij misschien de weg naar de uitgang vertellen? Nee, mijn beste man, ik ben zelf ook verdwaald. Ik loop hier nou al uren rond. Nou ja, dat maar over de muur heen. Goedemiddag. Nou, dat was een goed idee. Ik dacht, wat hij kan, konden wij ook. We klommen over de muur en gelukkig, we waren eruit. Onze auto's waren we kwijt, maar ja, we waren eruit en dat is het belangrijkste. Die ome Willem, vinden jullie dat nou ook niet, kinderen? Wat die ome Willem, dat ben ik dus, een avonturen beleefd, hè? Ja, het is ook wat, hè. Hé, dit kan naar de afdeling gevonden voorwerpen. Toet, toet, meneer Meijer, gevonden voorwerpen. Nou, leg ik hier maar. Zal ik hem wel even zo... Nee, zo. Zeg. Mag ik mijn oma dag zeggen? Nee. Nee, ik zal voor jullie nu, want als we daaraan gaan beginnen, dan blijven we nergens meer. Waar zijn jullie oma's? Daar. Oma's van alle kinderen, van harte gegroet. Ook de opa's enzovoort. Hier is alles goed. En met jullie, hier alles wel aan boord. Zo. Dag mama. Ja, ik heb ze nou gedag gezegd. Rakkers, zijn jullie wel eens weg uit geweest en dat je moeder je kwijt was of zo? Ja! Heb jij dat wel eens gehad? Ja, kom eens. Kom eens. Heb jij dat wel eens gehad, dat je moeder jou overal aan het zoeken was? Ja. Ja? En waar was dat toen? In een winkel of in de stad? Of in een winkel. Ja? En wat heb je toen gedaan toen je in die winkel liep en je kon mama niet meer vinden? Wat heb je toen? Gespeeld. Heb je gespeeld? Dat is misschien een goed plannetje als je nou verdwaalt in een winkel, dat je dan gewoon gaat spelen. Dan zeg je tegen zo'n juffrouw, juffrouw, ik heet zus of zo. En dan, ik ga hier wat spelen, wilt u mijn moeder zoeken? Dat is een goed ideetje. Weet je wat we zullen doen? Dan spelen we net dat ik jouw vader was. En dan waren we in een winkel, hè? En dan was jij zoek. En dan was hier stond jij, hè? En ik was jou aan het zoeken en plotseling zag ik je staan. Hè? Nou, dan gaan we dat eens spelen. Oh, waar zou mijn kind toch zijn? Waar zou mijn kind toch zijn? Nou, ik zal maar eens naar de tweede etage gaan. Daar is ze dan misschien bij de klantenafdeling. Ik zal daar zo de lift... Kindje, ben je daar weer? Ik heb je overal gezocht. Oh, kom eens bij me. Hop, oh, dan zal je je mutsje ook nog kwijtraken. Oh, zo, kom maar. Wat ben ik blij dat ik je weer gevonden heb. Was je een beetje ongerust of niet? Ja, was je een klein beetje ongerust? Jongen, nou, jawel, want ze was zoek. Ik heb er overal gezocht. Nou, lieve kind, was jij zomaar verdwaald? Ik had de juffrouw betaald. Ik keek om en jij was verdwenen. Was je stil blijven staan? Was je daar blijven staan, bij het speelgoed, bij de Lego-stenen? Was jij zomaar alleen en je kende geen een van de juffrouwen die om je heen stonden? Dacht je echt dat je nou bij zo'n vreemde mevrouw moest blijven als ze mij niet meer vonden? Maar juist dat ik toch al die tijd naar je zocht, ik begon al onrustig te worden. Maar de praatmicrofoon zei op aardige toon, ik was blij dat ik dat toen hoorde... wilde vader of moeder van een klein meisje met een zonnetje op haar wang, een oranje mutsje en een geruit overgooiertje zich melden op de klantenafdeling? Jo, oranje muts, zonnetje en dat. En toen was jij terecht, want dat kind was je echt. Nee, ik zal jou nou nooit meer vergeten. Zeg, was dat even een schrik? Net als jij vindt ook ik dat wij eerst lekker ijs moeten eten. Zo zullen we voor de schrik maar lekker wat ijs gaan eten dan, hè? Oh, kind, kom bij me, ik laat je nou niet meer los. Ja-da-da, doe-doe-doe-doe. Ja-da-da, doe-doe-doe. Stop! Kijk. Nou, ik heb je gelukkig weer gevonden. Weet je wat, dan gaan we met z'n allen, omdat zij nou weer terecht is, lekker even naar de pipa poppenkast kijken. Ja, ik ben benieuwd wat Jan nou weer voor een avonturen beleeft. Jantje, vlak bij me blijven, hè? Heel dicht bij me blijven, anders raak ik zoek hier in dat klare huis. Wat is het hier druk, hè, papa? Ja, Jantje, want het is bijna 5 december, hè? En 5 december, dan is het bijna Sinterklaas, hè? En dan is het heel druk in dit warenhuis. Meneer Meijer, toestel 83. Helemaal, jee. Ik schrok van die stem, Jantje. Sinterklaas, eerste etage, Sinterklaas. Hoi, papa! Papa, is Sinterklaas in het warenhuis? Nou, ik hoop het niet, Jantje. Nou, blijf maar dicht bij me, Jantje. Huh? Dames en heren, er zijn weer veel kinderen zoek. Pas goed op uw kinderen. Ah, Jantje, kinderen zoek. Heb je dat gehoord? Ja, pa. Zeg, jongens en meisjes, weet je hoe dat komt, hè? Dat komt door die moeders. Die staan maar te kletsen over kleren en mooie spulletjes. En bij vaders, hè, raken geen kinderen zoek, hoor. Maar die moeders, oh, die kletsen maar. En dan lopen hun kinderen weg. Ja, dat, wat? Hij is weg. Wie is weg? Naar beneden. Naar beneden, joh. Hey, Jantje! Zo... ik heb een prachtige grote BH gekocht. Ja. En kinderen, heeft Jan goed opgepast? Nee! Oh nee? Wel verdorie. Ai, meneer, misschien vind ik Jantje wel nooit meer terug, meneer. Ik denk dat u het kind vandaag nog heus wel vindt, want kinderen komen echt altijd wel weer terecht. Nou, zou u denken? Nou, ik hoop het maar. Zeg maar, hé, waarom praat u zo gek? U praat helemaal op rijm. Sneldichter is mijn vak, dus rijm ik met gemak. Dat moet ik ook wel, want ik maak voor elke klant een Sinterklaasrijm klaar. Is dat niet wonderbaar? Sneldichter, tweede etage voor de sneldichter. Ja, ik kom al ras vooruit met een flinke paas. Oh, waar zou Jantje toch zijn? Nou, komt nooit meer terug, vrouw. Komt nooit meer terug. Ach... ons lieve zoontje. Nou, hou me niet hoor, Katrijn. Hou me niet. Ja. Er is toch niks meer aan te doen. Die zijn we kwijt. Jammer. Oh, Jantje. Mijn Jantje. Nou, ja, goede vrouw. Ik heb Jantje gevonden. En jongens en meisjes... hoe komt het dat Jantje zoek was geraakt? Vertel mij eens, kinderen. Dus jij hebt weer eens niet goed opgelet, Jan Klaasen. Jij hebt natuurlijk weer eens staan kletsen. Ja, een beetje maar. En jij maar zeggen dat vrouwen zo kletsen, hè? Jan, onthoud je dag. Wacht jij maar eens af tot 5 december. Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot. Pap, zei jij nog iets, Jan Klaasen? Nee, Nee, Sinterklaas. Nou, laat ik het niet merken. Tadam, toedoedoem. Nou ja, op 5 december krijg ik natuurlijk een roe. Maar we hebben Jantje, hebben we tenminste terug. Sinterklaas is jarig. Hier is die niet, hè? Nee, en Daro is die ook niet. August is weg. Ja, ja, ben we ze net ook geweest. Ja, en op de speelgoedafdeling, hè? Toen was hij er nog. Nou is hij weg. Au, maar niet hoor. Au, maar niet hoor, Teuntje. Want die komt heus nog wel een keer terug, hoor. Waar is hij? Heb u hem? Ik begrijp er echt werkelijk niets van. De hele dag loopt dat jong achter me aan. Zo is hij er nog en zo is hij weg. Maar kan hij nou toch zitten, hè? August! Maar misschien op de klachtenafdeling. Oh, of op de gordijnenafdeling. Ja, en ik had hem nog en ik zei nog... Aug, blijf nou bij me, jongen, anders raak je zoek. Ja. Zeg, we zijn nog niet op de hoeden- en pettenafdeling geweest. Nee, wacht. Bij de mutsen, de dassen, de messen en de matrassen. Daar gaan we eens even kijken. Ja, misschien ligt hij daar wel te slapen, hè? Dat kan toch niet. Kom op, je oude. Ja, dat kan best dat hij daar ligt te snurken. Ja, dat kan best, hoor. Waar is Ome Willem naartoe gegaan? Ja, naar welke afdeling? De hoeden, de petten en de matrassen. En de messen. Oh, en de messen. Nou, dan ga ik er toch even naartoe. Attentie, meneer Meijer, 1628. Ventje met een klein groen pakje en een dik baardje. Dat ben jij. Ja, hé. Dat ben ik zelf. Ja. Heb je gevonden? Ja. Wat? Je hebt zelf gevonden. Ach, wel nee. Wel. Ja, hallo. Hero. Hoe heet jij? Oh, ik heet... hoe heet ik ook alweer? Oh, ja. August heet ik. En je achternaam? Mijn achternaam? Willem. Maar ik heb helemaal geen achternaam. Maar waar woon je dan? Nou, waar ik woon, bij Ome Willem. En waar woont Ome Willem? Nou, bij mij natuurlijk. Maar wat doe je daar nou zo helemaal alleen, ventje? Helemaal? Nou, ik zoek Ome Willem en Teun en Toon. Ze zijn niet te vinden. Weet je waar ze gebleven zijn? Ja, die zijn jou aan het zoeken. Die zijn naar de hoeden- en pettenafdeling. Oh, is dat makkelijk te vinden? Ja hoor, dat is heel makkelijk. Je gaat eerst links, dan rechts en dan weer links. Denk je dat kunt vinden? Oh ja hoor, makkelijk. Ik ga eerst rechts en dan rechts door en dan rechts naar boven. Zo is het toch, hè? Nee! Oh nee, hoe dan? Oh, eerst die kant op en dan naar boven. Nou, ik vind het wel hoor. Au! Bij me blijven, blijf bij me, jongens. Au! Wat is het hier druk, hè? Au! Hè? Wacht maar. Au! Hè? Au! August! Au! August! Zitten. Het is hier al zo vol in dat ware huis. En dan komen jullie hier... Meneer Meijer... Hij is in dat huis gegaan. Ja? Meneer Meijer, wat? Wat zegt u? Meneer Meijer... Ja? 1628, wie zoekt u? We zoeken August. August? Ja. Maar die is net naar boven gegaan. Oh, maar... Dan gaan wij daar ook meteen naartoe. Ja. Oh nee, sorry, hij is naar beneden. Zeg dat dan meteen, dan moeten we... Nee, ik heb me vergist. Toch niet. Waar is hij nou naartoe? Naar boven of naar beneden? En nou weet ik het niet meer. Weet zij het ook al niet meer. Jongens, komt tijd, komt raad. Kom mee, we gaan ze zoeken. Raad, komt tijd. Hey, weet je, ik begrijp het niet, hè? Wat? Daarheen gegaan? Kom eens hier, zal ik jullie eens wat vertellen. Weet je wat wij gaan doen? Ik ga mijn eigen verstoppen. Want als je je eigen verstopt, hè? Dan vinden ze je toch? Hey, zeg het maar, hè. Als ome Willem komt, zeggen jullie maar dat ik me verstop heb. Zo. Zit ik zo goed? Ja! Ja! Prima. Die zitten me nooit meer aan. Waar? Verstop. Hoi, 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 hoi. Oh, kinderen. Au. Wat ben ik nou blij. Ik zou je zeggen, ik vind het maar blij dat je er bent, au. Maar zijn je ook zo ongerust? Nou, eerlijk gezegd, ik dacht dat ik jullie nooit meer zou zien. Kinderen, dat is in ieder geval, waar of niet, ja, bedankt. Dat is in ieder geval een goede les, nou, oud. Hou ons in het vervolg heel goed vast, hè? Ja, dat doe ik al. Zo. Ja, dan is dat tenminste ook weer geregeld. Ja, rakkers, wacht maar even met die tekeningen, want ik ben nog even bezig met oog. Want ik ben, wat? Ik weet die mevrouw geen huilen. Ging die mevrouw huilen? Ja. Ja, die wint het. Maar het is ook zo'n drukte, dit is ook zo'n drukte. Maar Aug hebben we weer terug. Mag ik even iets aan ome Willem vragen? Mag dat even? Nou, vraag maar, Aug. Wat is er, jongen? Ome Willem, ik heb zo ver gelopen, hè? Ja, Aug. Ik heb zo'n dorst gekregen. Ja. Ik zou best een ijsje lusten. Ja, hoi. Dan ben ik ook wel gek, hoor. Oh, dan weet ik hem heel goed. Ding dong, meneer Meijer, 1628. Een heleboel ijs op de tweede etage. Maar eerst... Nee, die huilt niet meer, hoor. Die zingt met ons allemaal samen. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. En dan nou de geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben wij daar de hoofdgeitenbreier Harry Spanning. Ja, en dan hebben we daar de pakjesbreier Frank Noya. En kijk eens even hier, de grote grijze geitenbreier. Ja, ga jij eens opzij. Ja, je bent veel te groot. Ja, Harry Mooten. En dan hebben we hier, ja, kom eens hier. Oh, hij is gelukkig weer terecht. Kijk eens, hier, Aug. Ja, Pieke Dassen. En hier, Jennifer Willems. En hier, Aart Staartjes. Ja, Edwin Rutten. De film van ome Willem. Ajoepie, ada. Klim ik naar boven. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim. Kom op, rakkers, nog een keertje. Keihard. Deze